Hoi, ik ben Quinty, ik ben 10 jaar oud, ik ben op 13 juli geboren. Ik heb een goed gezin. Ik hou van knutselen. En ik film op de tablet omdat mijn telefoon niet fijn is. Maar ik heb ook een ander YouTube-account op. En als ik aan mijn tablet tegen is, dan doe ik mijn telefoon vaak filmen. Maar het is leeg. Ik heb mijn arm, mijn pols, deze heb ik gebroken. En eerst had ik deze, maar die deed ik pijn, dus heb ik die gekregen. Ik tik hem vaak ook op stenen, arbeidje en een regenboog, half. Ik woon in Huurzeek, maar ja, ik ga je niks anders vertellen over dat. Ik maak ook mijn eigen stickers, want ik heb een bolletje. Een amonderspotje, nog een amonderspotje, nog een amonderspotje, waar zou ik zo moeten? Oké, ik heb een 2 thank you stickers, deze ziet er heel goed. Voor mijn nepdruifje die ik voor mijn zusje heb gemaakt, is dat ze neppe dingen kan kopen. Ja, neppe dingen kan kopen van dat. En dit is hier mijn nepkastje. En dan heb ik nog deze 2 stickers. Die ik ook zelf heb gemaakt. En dan heb ik hier zo'n pen voor je tablet, telefoon. En ik hou trouwens van poppen, daarom heb ik hier een harte. Ze doen het heel slecht. 4 flesjes, omdat ik 4 poppen heb. Ik weet niet of ik ze allemaal kan pakken, want ze zijn echt heel zwaar. Sorry dat ik niet thuis zat. Ik heb zo'n veel. Wat zeg ik net? Ik heb mijn eigen Maxicozy. Dit is mijn grootste pop. Sommige mensen hebben zelfs gekregen dat ze heel eng zijn. Soms vind ik dat ook heel eng zijn. Dit is mijn echt de enige die echt lijkt. En gewoon bij je huid kan knijpen, dat is echt heel erg. Oké. Dit is mijn naam, mijn allereerste pop. Dit is mijn, ik heb geen naam. Ze hebben altijd wel andere namen. En deze, de 3 die ik nu kan zien, zijn niet zo koud. Maar nu heb ik mijn andere pop. Deze is het nieuwste, deze is silicone, volgens mij. Ja. En de onderweg is die ook heel grappig deel. Ik moest er heel hard in lachen toen ik dat zag. Oh ja, dit had ik nog vertellen. Ik heb het account gemaakt omdat ik vaak, dat ik natuurlijk ga knutselen en tekenen en stickers natuurlijk gaan maken. En zoals je al ziet, ga ik ook make-up doen. Ik heb maar 3 dingen, omdat deze 3 dingen echt mijn favoriet zijn. Dit potlood, ook potlood met zwart en wit. Ik leg het even neer. Eyeliner met een brush en de pen hier zwart. En mijn mascara. Die heb ik ook op. Nu hier. Au. Als je mijn make-up op ziet, dan zie je mij vaak zo. En dan geen make-up. Ik draag geen foundation, omdat ik er niet fijn vind. En ja, dit is mijn make-up. Ik heb het een beetje verpest. Ik moet eigenlijk even opnieuw doen. Ik zou het nu wel even doen in deze video. Ik doe dus vaak wasje tape gebruiken. En dan de hele dunne. Ik weet niet of je hem zag. Ik weet niet waar ik hem heb. Maar mijn favoriete YouTubers zijn trouwens Andrew Knol en Dave. De ex van hem. Nee, shit, sorry. Ik kan het nog verbeteren. Ik heb daar gewoon nog verwijderen. Doe ik niet nodig. Oh, ik kan me niet pakken. En waar is je muziek in? Ik heb achter dat bak. Oh, het zit hem ook. Oh, dat is een papier. Ik zal even één oog opnieuw doen en dan ga ik naar de badkamer. Omdat ik dan
Ja, beter kan schoonmaken. Ja, ook. Ik moet het tegen de pop houden. Dus ja. Dan moet ik niet even de winkel open. Ja. Sorry voor dat. Ik vind het helemaal niet leuk. Mijn zus heeft trouwens Sarah. Ze weet niet dat ik dat account heb. Dat wil ik ook graag zo houden. Kijk, dit is wat op mijn hoofd zit normaal. Tot zo! En op mijn tiende kreeg ik ook al zulke dingen. Je weet al, helaas. Omdat ik op mijn negende al borstel kreeg. En ik heb op mijn tiende al borstel. Ja, dit. Omdat, ik ben heel jong. En ik krijg ook heel jong. Dat weet je natuurlijk al, dat moet ik zeggen. Ben ik dom? Ja, ik stop daar wel even mee. Ja, ik weet niet of er meer kijkers zijn. Ik weet ook niet of ik een kijker krijg. Denk ik niet. Maar, ja. Ja, ik moet mijn ogen aan het schoonmaken. Dat ik het opnieuw kan doen voor jullie. Ja, ik ben klaar. Nou, dat was mijn zusje die hoorde en haar beste vriendin. Ik zit nu weer op mijn kamer. Ik heb weer lekker op mijn mooie kruk zitten. Ik heb ook een heel goed idee, maar ik weet niet of je dat ziet. Nee, dan zie je me niet als ik jullie op mijn bureau zet. Nu moet ik mijn klok gaan. Nee, mijn klok, wat zeg ik allemaal? Oh, het zal hier niet, maar ik moet door. Ik had eigenlijk helemaal niet door dat het al 4 uur was. Nou, ik ga nu wel die Linda krijgen. Sorry dat ik je naam zeg, Linda. Ik vind jou lief. Oké, ik moet mijn... Oh, was je tape nodig? Nou, ik ga het denk ik niet op film zetten. Ik ga eigenlijk nog een andere film maken. Want ik weet niet wat de limit is en ja, dus... Doei, dankjewel dat je deze video keek. Ik ga eigenlijk nog een video maken over mijn make-up. Tja, doei!